super vrolijk, want het is weekend en ik heb Olly opgehaald op de crash. Hey Olivia, we zijn bij Kay aangekomen. We zijn naar de crash meteen naar Kay gegaan. En we gaan hier gezellig op de bank hangen en eten. Dus dat is heel leuk. Hé hey Olivia? Ja. Zo'n mooi uitzicht hier. En Kay, haar poes komt nu. En het is echt bizar, want Olivia is hier al... is hier al een tijdje niet geweest. En ze ziet Kay en ze weet gewoon dat bij dit huis een poes hoort. Dus ze begon meteen met jou te zeggen. Olivia, ben je nu verlegen? Kijk eens. Het is Boef. Ga je hem aaien? Ja. Ja. Ze wordt helemaal verlegen ervan. Het is een echte piauw, Olivia. Mensen bij mijn YouTube comment ook, ja, je moet echt voor Olivia een poes kopen. Maar ik ga dat denk ik ook wel echt doen hoor. Het is zo lief, kijk nou. Ze is wel een beetje verlegen ervan. Ja, daar is een huisje. Zij is echt zo'n natuurlijke dieren. Oh, gewoon weten dat ze ermee moeten spelen. Ja. Kom maar, Olivia. Miauw. Olly heeft een cadeautje gekregen van Kay. Is een cadeau. Wat zou Kay voor jou gekocht hebben? Is een cadeau van tante Kay. Oh my god. Oh, een tas voor Olivia. Nou, ze gebruikt alles als ze... Het is een tas voor jou. Oh, die is zo mooi. Die is echt heel leuk. Dan gaat ze waarschijnlijk allemaal dingen uit jouw huis nu instoppen. Top. Yes. Kijk, ja. Ja. Even kijken wat past. Onderzetten erin. Ja. Dat... Oh my god, dat doet ze ook echt. Past het al? Ja. Past het? Ja. 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 Oh, wauw. Zegt ze nou tas? Ja, ze zei tas. Wil je hem om? Dat is mooi. Wacht, we moeten even een knoopje maken. Wacht even hoor. We gaan hem even op jouw goede maat maken. Zo. Dat is mooi, Olivia. Kijk eens om. Olivia, kijk. Oh, ze vindt het echt leuk. Normaal kijkt ze niet eens om als ze iets krijgt. Wauw! Is dat je eigen tas? Ja. Kijk hoe mooi. Ik heb dit aan Boefie gegeven. Goedemorgen, Olivia. Doe maar op. Kijk. Moet mama die op? Kijk, doet mama die op? Doe jij dan die? Doe jij die opzetten? Oh. Oh, nee. Zet maar op. Opa. Oh, wauw. Wauw. Staat je echt prachtig. Kijk. Kijk. Doe je die van mama op? Appel. Het zijn er twee, hè? Wat goed dat je dat al ziet. Die. Is die nu van mama? Die. Oké. Okay. Oh, wauw. Wauw, Olivia, wat mooi. Olivia. Good morning. Hey, lieverd. Ik... Ik ben al best wel lang wakker. Ik was om 6:30 wakker. En ik ben met Olly aan het spelen. Dat is wel heel gezellig. We zijn niet zo vaak met z'n tweeën. En ik heb net even mijn gezicht gemoisturized en zo. Ik ga me dus niet opmaken, want ik ga vanmiddag met Bibi als Olly slaapt. Die Bibi, dat is mijn make-up video opnemen. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten. Ik ben zo benieuwd hoe ze het gaat doen. Even kijken, deze video komt woensdag online. Wanneer zal ik hem posten dan? Maandag of... Vrijdag. Wat vinden jullie een chille dag als ik eventueel nog een andere video per week post? Dus ik post nu woensdag en zondag. Wat is dan een chille dag? Ik denk vrijdag, toch? Of juist niet? Ik bedenk het nog wel eventjes. Misschien wel vrijdag. Maar goed, dus ik doe geen make-up op. En ik kleed me nu even aan en ik denk dat ik dan met Olivia naar het park ga. Heeft hij poep? Kijk, Olivia doet net op al haar knuffels poep hebben. Heeft Boomba gepoept? Ja. Echt? Heb je al gekeken? Goed zo even ruiken. En? Kijk. Nou ben je moe lieverd nu al. Het is pas 9:00.
Wil je naar de schommel? Nee. Nee? Zanne. Zanne? Stappen. Wat gaan jullie dan doen? Bye. Bye. Hoe kom je eigenlijk aan mijn beer? Die lag toch in bed? Guys, kijk. Mijn kast is opgeruimd. Gisteren gedaan. Ik heb aan vandaag dit pak van deze tops van H&M's. Oud. Deze van Zara. Zit zo'n ribbel in. Heel veel mensen hadden gevraagd waar deze. Want ik denk dat die nog wel te koop is. En ik heb weer eens een keer mijn Balenciaga laarzen aangedaan. Dat is echt een tijdje geleden. Maar ik dacht, why not? Want ik vind ze best wel lekker zitten. Alleen de eerste dagen dat je ze hebt is het echt vreselijk. Maar goed, ik ga naar de speeltuin. Hey! Here! Wee! Zitten! Moet ik daar zitten? Ja. Moet ik in die? Wee! 1, 2! Wee! Zitten! Moet ik daar zitten? Maar wie gaat jou dan duwen? Ik was weer thuis en Mo is ook gezellig wakker. En we gaan boodschappen doen met Olivia. Had ik nou dat die 50 cent gepakt net voor de car, maar ik kan het ook daar vragen. Er zit misschien ook voor mijn auto heel geld. Dus ja, want Mo gaat vanavond koken. Jee, 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 jee. Momo. Momo. Goed zo. Olivia zit in de tipi-tent. En Olivia is tegenwoordig een echte mama. Want die verschoont luiers van al haar knuffels. Dus die hebben nu net geslapen en die liggen allemaal open. Hierin. Moet ik even luier eruit halen voor je knuffels? Oké. Ja. Ga je nu de poepluiers verschonen? Ja. Oké. Haar manier van luiers om doen is zo grappig. Klaar? Ja. Oké. Volgende. Misschien de beer? Oh, onder gaat de pop aan. Ja. Jee. Gaan jullie allemaal slaapje doen? Oké, doei. Bye bye. Het is even later en ik heb met Bibi een Bibi does my make-up video opgenomen. Die komt vrijdag online. En, maar ik heb het er half afgehaald, want ik wil niet dat jullie het al zouden zien. En ik had Olivia. En dit dacht ik, oh my god. Dit ziet er zo lekker uit. Mo, het is echt wel lekker, denk ik. Ik heb hier zo'n zin in. Mo heeft een, oh my god. Het ziet er zo lekker uit. Een Griekse ovenschotel gemaakt. Perfect housewife. There she is. Ollie wilde het ook terug doen. Dus we are going to eat. Let's eat. Oh. Ja. Was het eten lekker, jongens? Ik ben feest voor het groen. Zo. Kast dicht. Bam. Moet die op? Kar. Gaat het ook al zelf? Ja, doe ik op. Wie zijn de tweejarige Jopjes? Wauw, Olivia! Proost! Proost! Opa! Moet je daar ook even mama?
Het is even later en Olly is naar bed gebracht en wij zitten gezellig op bed thee te drinken. Mo is zich aan het opmaken en die gaat partyen. En Mo, haar gezicht make-up is zo mooi geworden. Zij heeft dus die hele dekkende foundation wat ik jullie verteld had, wat ik gekocht heb. Waar is die? Ik denk dat ik hem hier terug heb gebracht. Offer. In dat ding. Ja. Okay. Deze. Dat is dus apparently de meest dekkende foundation ever. Ik heb min 210. En Mo heeft hem als concealer gebruikt. Met wat doe jij bronzer? Mag ik heel veel je gezicht filmen? En het is echt, ja, ik vind het echt super mooi. Wij zijn aan het facetimen met Sander uit New York. En die zegt dus dat hij naar een Halloween feest gaat. En hij heeft het scherm donker gezet. Want hij gaat ons... Oh my god. Sorry. Hi. No, I'm fine, thank you. Dan schrik je toch dood als dit voor je deur staat. Oh my god. Maar als wie ben je, lieverd? Andy Warhol. Andy Warhol, dat wist ik wel. Ja, maar ik moet even mijn baard scheren nog, dus dat ga ik nog doen. Maar gaat je baard toch niet afscheren? Ja, 100%. Nee, niet doen. Don't. Andy Warhol in een club in New York, weet je wel? Deze man is zo blij. Hij is zo blij. Ook die kooltrui. Dat is toch amazing? Ja, het is wel leuk. Eerlijk. Ja, maar het moet wel... Kijk, wat ik zeg, ik moet wel even nog... ik vind het er zo goed uitzien, hoor. Jezus. Oh. Maar jullie zitten gewoon echt... Jullie levelen altijd. Ik heb vandaag zuurkool gegeten en rustig gelaten. En toen zeiden Noor en Bibi zeiden van... Het is net dat papa thuis is. Of Sander gewoon thuis is. En dat wij op bed liggen en hij zit te kakken op de play. Weet je dat wij ook hetzelfde Chinese sterrenbeeld hebben, Sam? Wat zijn jullie? We hebben hetzelfde Chinese sterrenbeeld. Ja. Oh, dat weet jij ook gewoon. Dat verklaart... Dat verklaart een hoop. Dat is niet één zo heel gek. Nee. Hey, maar wat vinden jullie? Ja, het moet dus obviously... Kijk, luister. Hebben jullie Andy Warhol gezien? Dus het lijkt een beetje mijn haar. Dat vind ik... Dit is echt mijn kapsel, jongens. Bibi en ik liggen in bed en we gaan lekker slapen. Modi is uitgegaan naar een Halloween feestje. Dus die zien we morgen. Ik wilde zeggen ochtend, waarschijnlijk middag. Waar ben jij? Oh, daar. Here I am. Dus we gaan lekker een serie kijken. Ja, ach. Serie kijken en slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Doei. Hey guys, good morning. Het is vandaag zondag en het regent en de zon schijnt heel de tijd. Tegelijkertijd zo daar weer. En Olivia staat hier. Olivia kijkt nooit zittend tv. Herkennen mensen dit? Wat doen dat het staand? En ik denk dat we zo naar Artis gaan. Mo is beneden en Bibi is beneden en mijn moeder komt nu. Dus ik denk dat we met z'n allen even naar Artis gaan. Ik denk dat Olivia dat misschien nu ook wel iets leuker vindt. Omdat ze nu al die dieren herkent. Maar ze vindt deze serie ook heel leuk. Voor mij is het iets met Bam Bam. We zijn in Artis. Aapjes. Ja, het zijn de aapjes. We zijn bij de apen aan het kijken. Leuk hè? Vind je het mooi, Olivia? Dat is leuk. Wij zijn weer terug van Artis. En het was super leuk. Alleen het begint zo koud te worden buiten. En Bibs en ik waren daar niet echt op gekleed. Dus we hadden het koud. We zijn naar huis. En we hebben eten besteld, Mexicaans. Voor ons, niet voor Olly. Olly heeft een bakje van Ella's Kitchen. Eta. Dus die is nu aan het eten en dan gaan we lekker eten. Nu op Mexicaans. Ik heb veggie wraps en Bibi heeft chicken wraps. En ik zat altijd bij de salsa shop. Vind ik wel lekker. Voor degene die in Amsterdam wonen. En ik denk dat ik daarna de tafel ga opruimen hier. Want het is echt een bende. En Sander komt morgen thuis. Dit is het nette gedeelte. Is het op, lieverd? Op. Op? Ja. Guacamole, lekker. Ah, cola kan zo lekker zijn, hè? Ja. Was er maar 2 glaasjes in zo'n blikje? Zo weinig eigenlijk. Thank you. Oké, we are going to eat. Goedemorgen. Het is maandagochtend. Het is 6:00 AM. En ik ben wakker. Olivia wordt echt elke dag om 5, 6 uur wakker. Afgelopen week
Dus, echt zo moe. Normaal dus echt om 8:30, tenminste 7:30, 8 uur, 9:30 wakker. Hij is sinds een paar dagen dus om dat tijdstip. En I don't like it. Ik ben niet scherp. Ik ga in ieder geval naar beneden. Oh, ik moet even mijn batterij in de oplader doen, dus ik zie jullie zo. Hey guys, good morning. Ik bedenk me ineens dat ik gisteren vergeten ben te vloggen aan het eind van de dag. Maar het is ochtend, het is vandaag maandagochtend. Sander is net teruggekomen uit New York. Dus die heeft even geslapen, want die had niet geslapen nog. En ik ben aan het werk. Ik heb zoveel computerwerk te doen. En ik heb ook, had ik al eerder gezegd, echt nu al een week slecht geslapen. Elke nacht zo'n 5-6 uur. Dus ik ben echt moe. Maar goed, morgenochtend gaan we naar Parijs. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik ga ze ook inpakken. En wat wil ik nog meer zeggen? Ja, alles is zo opgeruimd aan het raken hier thuis. Kijk, normaal ligt hier altijd zoveel bende. En ik heb zelfs mijn hele schoenenkast opgeruimd. Ik heb vooral echt heel veel schoenen weggedaan en mijn overnielaarzen daar allemaal gezet. Deze heb ik trouwens nieuw soort van Zara. Zou ik een andere keer wel laten zien. Omdat, hier stonden allemaal meer zomerschoenen en die heb ik allemaal weggedaan. En mijn kast is eindelijk decent. Dus laten we kijken hoe lang ik het vol kan houden. Ik ga dus zo inpakken en dit heb ik nu aan. Dit is een huispak. En omdat ik mijn kast ging opruimen, heb ik iets heel leuks gevonden wat ik even wil laten zien. Ik had dit dus wel op Insta-stories al laten zien, maar nog niet in de vlog. Dit is de doos die ik gekregen heb voor de lancering van Balmain Florian. Ik zal hieronder een linkje posten waar je deze nog kan kopen, deze lipsticks. En ja, die doos is zo mooi. Maar ik wilde even de kleuren nog laten zien. Kijk, zo. Ik vond trouwens zelf, want ik had natuurlijk laten zien welke ik zelf had gemaakt. Ik vond die groen het mooist van de kleur. Want we mochten ze zelf maken in dat laboratorium van L'Oréal. Wat ik ook gefilmd had tijdens Parijs Fashion Week. En toen heb ik ook voor een groene gekozen, want we mochten kiezen. Maar goed, ik ga even een paar van mijn favoriete kleurtjes laten zien. Oké, ik heb ze allemaal even eruit gehaald. En ik ga er een aantal in mijn make-up laten leggen. Maar dit vind ik de mooiste kleuren. Even kijken, deze lijken nu wel donkerder. Dit is een donkerbruin met een paarse gloed. Alleen de kleur komt nu een beetje anders over. Maar die vind ik mooi nu voor de herfst. En deze vind ik ook echt mooi voor de herfst. Die neem ik denk ook mee naar Parijs morgen. Deze kleur. Ik ga deze even op mijn handspatje wachten. Ja, deze tint vind ik echt heel mooi. Die staat bij mijn huidskleur op de een of andere manier mooi. En daarnaast heb ik deze. Die heet... Ja, dit heb ik al een paar keer gezegd trouwens. Tenminste, niet tegen jullie, maar tegen vriendinnen. Dit is mijn lievelingskleur van deze lijn Confession. Dat is deze kleur. En deze is ook mooi. Die had ik op het feestje van Balmain op. Dat is een classic rood. Dat is Domination. Dus dat. En ik bedenk me nu ook dat het misschien beter is als ik de vlog nu afsluit. Omdat ik volgens mij heel veel weer gevlogd heb. En ik zat net te denken. Misschien is het wel leuk als ik een keer een What I Eat in a Day ga opnemen. Laat even een comment achter of jullie dat leuk vinden. En duimpjes omhoog als jullie deze video leuk vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zondag weer. Nee, vrijdag zie ik jullie. Want vrijdag ga ik die video van Bibi Does My Makeup posten. Dus subscribe als je die als eerste wilt zien. Tot vrijdag.